Laten we bij het begin beginnen. Een schitterend eerste half uur van jullie. Ja, ik denk dat wij gewoon er bovenop zaten en hun niet wouden laten voetballen. En ik denk dat wij bijna alle tweede ballen hadden, waardoor we veel kansen kregen. En ik denk ook terecht op 1-0 voorkwamen en wel meerdere goals konden maken. En helaas gebeurde dat niet, maar ik denk dat we wel echt voor controle hadden over vooral het eerste half uur. Daarna was het even 10 minuten wat rommelig, maar ik denk dat we daarna wel weer goed oppakken. Dat was ook het mankement van de eerste helft, vond ik, hè? Dat jullie maar 1-0 gaan rusten. Ja, precies. En daar houden hun een beetje de geloof erin en kwamen ze wat terug, werden ze wat feller. Maar ik denk dat we daarna wel goed oppakten. Ik denk als we in het eerste helft 2-0 hadden gemaakt, dan had het misschien echt een grotere uitslag kunnen worden. Komen jullie op een schitterend moment in de tweede helft via Ajagun op 2-0, dan denk ik, dat zit binnen. Ja, dat dacht ik ook. En ik dacht van dat wordt wel 3 of 4-0. En ze gingen op een gegeven moment heel opportunistisch spelen. Wat de spits erbij. En wij gingen eerst met drie man achterin spelen. Kwam ik achterin. Maar veel ballen vielen in het middenveld, waardoor hun die tweede bal hadden. Daarna hadden we afgesproken dat ik weer terug op het middenveld kwam. Want daar ligt toch wel mijn kracht. En hadden we weer door goede organisatie. En waardoor we weer naar voren konden. En daar steelt ook nog die goal op het einde. Want jullie gingen in die fase zo dat je onderbreekt te veel naar achteren voetballen, vond ik. Hè? Ja, precies. Ik denk dat we echt puur voor het resultaat gingen. En in deze situatie vind ik dat niet zo heel erg. Als we maar de nul houden, maar dat deden we niet, helaas. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we die 3 punten hebben. En we hebben echt als team gewoon keihard gevochten. En ik denk dik verdiende 3 punten vandaag. En een paar keer ook, laten we eerlijk zijn, een beetje gelukt in de tweede helft in de achterhoede. Ja, precies. Hij viel goed voor ons. En daar hoor je mij niet over klagen. En ook een paar keer niet het probleem dat jullie wat snel tegen gele kaart aanliepen. We worden een aantal spelers bij jullie toch een beetje met de rem opspelen. Ja, dat is lastig. Je moest een paar keer aan de noodrem trekken. En dan kreeg je een gele. Dat hoort erbij. En dan moet je daarna slimmer in duels. En inderdaad wat voorzichtiger zijn, uitkijken. Maar gelukkig liep dat goed af. Maar dit staat vandaag, hè? Wat zeg je? Dit staat vandaag. Ja, die staat hier. Dit is heerlijk vandaag. Het was heel belangrijk. En dit gevoel moeten wij gewoon meenemen naar de volgende wedstrijd.